iedereen die zou willen, die zou hier in principe een balletje kunnen komen slaan. Zeker weten. Sinds dinsdag liggen er opeens twee enorme zandbakken op de Nijmeegse Waalkade. Dit is zo vanwege een bijzonder sportevenement wat daar aankomt. Ja, we zijn een internationaal beachvolleybal evenement aan het organiseren, of eigenlijk aan het opbouwen op dit moment. En de komende dagen gaat hier een waar beachvolleybalspektakel losbarsten. Ja, Nijmegen is echt een volleybalstad. Er zitten veel beachvolleybalverenigingen hier en volleybalverenigingen in Nijmegen. Spelen ook landelijk. We hebben daarnaast ook een beachvolleybalaccommodatie waar 365 dagen per jaar indoor kan beachvolleyballen. Dus ik denk echt dat volleybal leeft in Nijmegen. Ja, en als je dan ook nog eens zo'n plaatje kan creëren met de Waalbrug als decor, dan denk ik dat je een heel tof evenement kan neerzetten. Dit toernooi maakt deel uit van de Beach Volleyball World Tour. Ja, het is dus een internationaal toernooi en eigenlijk is het voor hele jonge, talentvolle beachvolleyballers. Het is een 1-sterren toernooi heet dat. Een klein beetje een kijkje in de volleybalwereld is dat je van 1 tot 5 sterren toernooien hebt. En 5 sterren, dat is echt de wereldtop. Dus dit zijn echt vooral jonge spelers en speelsters die echt kennis maken met de internationale toernooien. Donderdag is er een kwalificatietoernooi. De top 12 is namelijk direct geplaatst. En er komen er nog 4 teams bij vanuit een kwalificatietoernooi. Dus die werken op 1 dag een toernooi af. Op het moment dat je verliest, lig je eruit. En op het moment dat je wint, dan ga je een ronde verder. En de 4 winnaars van donderdag, die zien we vrijdag terug op het hoofdtoernooi. Want daar zit Nederland zeker bij. Nederland is in beide gevallen al met 4 teams geplaatst voor het hoofdtoernooi. Zowel bij de dames als bij de heren. En dan hebben we ook nog eens een paar Nederlandse teams in het kwalificatietoernooi. Dus de kans op een Nederlands team op de finale dag op zondag, die is erg groot. En afgelopen weekend stonden we in Apeldoorn. En toen hebben we 2 keer Nederlands op tweede plek geëindigd. Dus laten we hopen dat we nu de finale kunnen winnen. Natuurlijk is er een heleboel zand nodig voor zo'n volleybalveld. Ja, het is een behoorlijke operatie en normaliter leggen we 1 veld in het centrum van de stad en 2 velden bij een bestaande beachaccommodatie. We hebben hier in Nijmegen voor gekozen om 2 velden op de Waalkade te leggen, omdat ik denk dat het goed daarbij aansluit. En per zandbak gaat er ongeveer 160 kuub in. Dus kun je nagaan hoeveel vrachtwagens hier deze kant op komen deze dag om het zand om te storten. Als het toernooi is afgelopen, kunnen ook niet-topsporters gaan volleyballen op de Waalkade. We organiseren dit samen met de gemeente en met de provincie. En we proberen echt beachvolleybal en volleybal op de kaart te zetten. Dus we nodigen ook bewoners uit, we nodigen scholen uit, we nodigen bedrijven uit om deel te nemen aan het evenement. Dus naast het gedeelte topsport wat we 4 dagen hebben, hebben we ook nog 4 dagen breedsport. Om iedereen kennis te laten maken en te laten kijken naar volleybal. Dus echt ter promotie van de sport. Iedereen die zou willen, die zou hier in principe een balletje kunnen komen slaan, zeker weten.